hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ga weer iets zeggen waar ik me deze week aan moet houden. Maar ik hoop echt dat het deze week wel gebeurt. Maar ik ga vandaag starten met weer wat gezonder te eten. Want ik voel me echt zo vassig. Dus dat is mijn doel voor vandaag. Voor de rest wil ik weer starten met mijn outfitfoto's. En dat lukt nog niet echt, want ik kan nog niet echt alles aan. Want ik krijg overal nog jeuk van. Dus ik heb even voorgenomen om even langs de Zara te gaan. Want tegenwoordig zijn die oversized blouses helemaal hot. Ik vind ze niet zo, want ik ben natuurlijk klein. Als ik dan zoiets draag, dan, ja, dan verdwijn ik er letterlijk in. Maar het is wel handig voor nu. Want ik kan wel bijvoorbeeld gewoon tegen katoenen blousjes. Ik vind het natuurlijk helemaal hip om dan zo'n oversized blousje aan te doen. En dan zo'n trui eroverheen. Een beetje zo'n schoolgirl vibes. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik vind het niet de mooiste trend. Maar het is wel wat ik nu aan kan doen. Dus ik ga gewoon lekker een beetje blousjes halen. En that's it. Dat is mijn planning voor nu. Mijn haar wil vandaag echt niet zitten. Ik wil het eigenlijk los doen. Ik denk even vandaag een haarmasker of zo moet gebruiken. Ik merk echt altijd aan mijn haar wanneer die toe is aan een maskertje of Olaplex. Oh, ik doe vanavond Olaplex erin. Want ja, dan zit het gewoon niet. Dan heb ik echt alleen maar pluis in mijn haar. En dat had ik dus vandaag. Dus we gaan er weer Olaplex in gooien. En ik heb vandaag gewoon even zo'n vestje aan. Skinny jeans. Ik hoop dat ik een beetje leuke kleding aan kan doen. Want ik ben deze outfits echt helemaal zat. Jongens, ik had jullie natuurlijk verteld dat ik een trip had geboekt voor mijn verjaardag. En ik heb het echt over 2-3 weken terug of zo. Ik heb een tripje geboekt naar Parijs. Maar ja, goed, het waren de nieuwe maatregelen er allemaal nog niet. En nu, ja, nu durf ik er eigenlijk niet meer heen. En wil ik er eigenlijk niet meer heen. Oh, goede god. Ik hoop dat ik erbij kom. Het is zo dan. Oh. Altijd. Waarvoor heb ik in godsnaam lipgloss op gedaan? Ik moet nu een mondkapje op. Oh my god. Dat is pas stupid. Vorige keer zei iemand in mijn comments dat ik hem verkeerd om had. Dus ik ga hem nu zo omdoen. Oh. Zo. Is die zo goed? Volgens mij kunnen we nu wel goed. Ik weet het zelf ook niet meer, joh. Ik heb echt zulke leuke dingen gescoord bij de Zara. Ik ben echt hartstikke geslaagd. Zo, ik ben net thuis en ik moet eigenlijk gelijk aan de slag. Maar ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga even snel een snackje maken. Even kijken wat ik allemaal heb. Oh, dat gaat wel lukken. Lekker. Dat wordt een wrap met kalkoenbacon, kalkoenham en eiversla met mayo. Dat is echt fave. Zo. Dit is het. Ik heb er ook even wat saus bij gedaan. Echt zin in. En ik heb een tweede gemaakt. Ik had echt zoveel trek. Oké, ik ga hem nu even snel klaarmaken. Ik wil nog even laten zien wat ik bij de Zara heb gehaald. Kijk. Zo'n lekker wijd blouseje die ik nu aan kan. En dan gewoon lekker een truitje eroverheen. I love it. En dan het volgende is een tas die ik echt al heel lang wil. Tenminste, vanaf het moment dat ik hem zag, wou ik hem gewoon gelijk. Maar ik twijfelde heel erg en ik vroeg me af of ik hem wel of niet zou dragen. Maar het is dus deze Teddy tas. En ik vind hem helemaal geweldig. Ik heb hem gewoon gehaald en ik ga hem gewoon rocken deze herfst en winter. I love it. It's so fluffy. Dan hebben we een vestje. Omdat ik nu helemaal into vestjes ben. Ik vind deze echt geweldig. En ik dacht, misschien staat hij wel leuk met mijn blouseje. Dus dat ga ik zo even uitproberen. En voor de rest heb ik ook even een pakje gehaald. Wat heel fijn is voor nu natuurlijk. Dit is de bovenkant. Een cropped hoodie is die. En dit is de onderkant. Dan heb ik gewoon even een mooi pakje voor nu. Die ook echt heel comfy is en lekker zit. En daarnaast ben ik nog even naar Douglas geweest om even deze te halen van Benefit, de 24-hour brow setter. Deze blijkt heel goed te zijn. Ik heb de Gimme Brow, maar ik vind hem persoonlijk best wel tegenvallen. Vooral voor mijn stugge haar. En
iedereen zei dat ik deze moest halen. Dus ik ga hem even uitproberen. Oh mijn god, guys. Ik ben echt zo happy met mijn outfit. Ik heb dus een nieuw blouseje aan van de Zara. En die komt over mijn kont heen. En ik heb mijn nieuwe vest aan van Naked. Ik vond die andere toch wel een beetje te kort voor het blouseje. Dus ik heb echt zo'n lange vestje eroverheen aangedaan. En ik heb eronder mijn overnielaarzen van de Bershka. Dus ik ben echt, echt heel happy met mijn outfit. Zo, zien jullie mijn outfit wat beter? Oh, ik vind het zo mooi. Had ik echt niet verwacht, want ik was echt aan het twijfelen over deze blouse. Maar ik vind hem echt zo leuk. Ik heb mijn nieuwe tas erbij. Die is ook echt lekker fluffy. Oh, ik hou van deze outfit. En nu even mijn statief meenemen en even zelf shooten. Ik hoop echt dat het lukt, jongens. Even nog snel een parfum op. Elisa voor vandaag. Daar zit ik dan met mijn statief in de lift. Ik had geen zin om hem helemaal aan elkaar te zetten. Ik vind het prima zo. Ik kan hem gelijk meenemen. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen dat ik echt schande heb gepakt hier. Want dan lopen hier zoveel mensen langs. En ik was om en aan het poseren. Maar ik moest gewoon vandaag foto's maken. Ik heb echt zo lang geen foto's gemaakt. En ik had er net gewoon, weet je, ik zat er net lekker in. En mezelf echt het jaar beloofd om gewoon elke dag gewoon leuke outfits aan te doen. En dat gewoon te gaan posten de hele tijd. Want het doet me echt een beetje denken aan de oude ik. Want toen ik naar school ging had ik ook echt altijd de gekste outfits aan. En ik was altijd gewoon messed up. En alles. Dus ja, ik ga het gewoon even lekker aanhouden. Want ik vind het ook wel heel erg leuk om te doen. En ik ga nu even naar huis. Even kijken wanneer Nessim thuis komt. En dan ga ik koken. Ik ben echt heel erg happy met mijn outfit. Het is ook echt heel comfortabel. Ik heb een stukje moeten lopen met mijn hakken. En ze zijn echt comfy. Oh god, de postbode is net langsgekomen. En kijk wat ik binnen heb. Ik heb mijn Love Island beker binnen. Oh my god. Blij dat het goed is gegaan met mijn naam. Want het ging elke keer zo mis op de site. Oh, ik ben echt zo happy. Oh mijn god, kijk mijn sokken. Ik heb twee verschillende aan. Dat ik hier dus ook echt heel veel water ga drinken. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Heel eerlijk te zijn, toen ik het bestelde, leek het me echt een goed idee. Maar als ik er echt goed over nadenk, ik zou nooit water hieruit drinken. Misschien één keer en daarna gewoon nooit meer. Want ik doe dat gewoon niet. Maar ik hoop dat het wel een beetje helpt. Ik heb al een beetje spijt dat ik het heb besteld. Zo beïnvloedbaar, echt niet normaal. Ik ga even een pyjama aandoen en dan ga ik even de keuken opruimen en dan ga ik koken. Dat is een strakke planning. Nessim is er over een uur. Precies de juiste timing. Guys, ik heb mijn nieuwe pyjama aan van de Primark en hij zit echt zo fijn. Deze stof is echt abnormaal. Hij zit echt heel erg fijn. Het is een S'je. Hij is best wel, hij is gewoon echt lekker gewoon. Hij is als een M, vind ik. Echt heel chill. Ik ben echt happy mee. En nu is het tijd om deze ellende op te ruimen. Oneindige ellende. Ik heb dit trouwens. Ik was vandaag langs de Starbucks gegaan. Ik krijg nu bij elke aankoop van een grande drankje. Krijg je een gratis reusable cup. Dus ik heb het ook nog vandaag gekregen. Oh, ik ga vandaag een speciale soepje maken, want ik ga vandaag lentesoep maken. Maar dan echt een maaltijdsoepje, als in er komt kip bij. Ik ga hier dus kip in koken en daarna ga ik het plukken en doe ik het bij de lentesoep. Dus het wordt echt een lekkere maaltijdsalade. Ik heb het nog nooit zo gemaakt. Ik heb het ook echt letterlijk zelf verzonnen. Ik weet niet of iemand dat ooit zo maakt. Maar dit zijn de kruiden die ik ga gebruiken en in plaats van zout doe ik er kippenbouillon bij. Kijk, de linzen zijn nu gaar. Wat je eigenlijk doet, is gewoon echt gewoon de kip uit elkaar trekken. Oh, het is zo warm! Oh, ik wist dat ik spijt ging krijgen, maar ik wou het even laten zien. Nu ga ik de geplukte kip hier aan toevoegen. Ik ben echt zo benieuwd, guys, of het lekker gaat zijn. Oh, de soep is bijna klaar. En ze is bijna thuis. Ik ga even lekker kaarsen aandoen. Een beetje een gezellig sfeertje creëren. Ik kan dus nu nog één aflevering bekijken voor Outlander. Voordat mensen thuis komt. En zo ziet mijn keuken eruit als ik net mijn vaat heb gedaan en opnieuw heb gekookt. Hij is, Nessim is thuis. Ja. Wij gaan soep eten. Hij vroeg mij. Vergeten, joh. Nee. Oh, die heb je aan het wachten. Maar guys, ik ga mijn soep proeven. Nessim maakt nog even een pizzaatje erbij. Oh. Hij is lekker, hè? Ja. Maar jij zegt wel dat je een pizza erbij nodig hebt. Maar hij is best wel gevuld, er zit heel veel kip in. Oh, lekker. Maar bewaar nog voor morgen alsjeblieft. Oh, dat is echt heel lekker. Ik maak echt geen grap, ik hou niet eens van kip. Ik heb snel even een pizzaatje gemaakt. Dit is met een courgette bodem.
Hij heeft er lekker kalkoenbacon op gedaan en kaas en tomatensaus. Lekker hoor, Nini. Mm. Moment van de waarheid. Eerlijk zijn, hè? Je hoeft niet per se te zeggen dat het lekker is. Mm. Ik zei het je toch? Oh. Ik zei oh het je God. Toch? Mmm. Oh, dit is niet normaal. Ik zei het je toch? Deze is echt lekker. Told you. Dit is soep met kip. Dat is nooit gehad. Ja. Mm. Goeie uitvinding, hè? Zo, deze met rijst erbij. Oh. Ook nog. Ik ben wel een beetje jammer dat ik niet op beeld heb gezegd dat ik mijn pyjama leuk vind. Ik had me helemaal klaargemaakt en zo. Wat? Maar ik vind hem toch leuk. Ik vind hem heel leuk. Maar toen je binnenkwam zei je niet, oh wat een mooi pyjama. Ja, maar ik zag het toch niet gelijk. Ik was nog in mijn verhaal. Ja. Maar je pyjama ziet er heel gezellig uit. I love it. Gezelliger niet. Echt super gezellig. Kaarsjes aan, lekkere warme soep. En twee van de dikke katten die hier